Fake nieuws, oftewel nepnieuws, is uitgeroepen tot woord van het jaar. Maar toch is nepnieuws niet nieuw. Al lang voor de komst van internet werden nepnieuwsberichten de wereld ingeholpen, vooral tijdens oorlogen. Nepnieuws wordt ook nu nog vaak gebruikt om groepen tegen elkaar op te zetten. Neem dit bericht over een hondje dat zou zijn mishandeld door 3 asielzoekers. Het oorspronkelijke bericht gaat over een hondje dat is mishandeld door een groep tieners. En deze 3 mannen zijn geen asielzoekers, maar gevangenen. En dan kan het gebeuren dat mensen bang of boos worden door wat ze lezen. Zoals deze vrouw over asielzoekers. Straks pakken ze onze banen in. Ik heb een jonge thuis, mijn zoon, mijn pleegzoon. Die is 21, die wil dolgraag werken, die krijgt geen werk. En hun krijgen over 4 maanden straks werk. Waar zijn we dan mee bezig? Maar wie zegt dat zij over 4 maanden werk krijgen? Dat heb gestaan op Facebook. Maar de man die de term fake news echt groot heeft gemaakt is Donald Trump. You are fake news. Zo weigerde hij een journalist van CNN te woord te staan omdat deze zender volgens Trump nepnieuws over hem verspreidde. Robert van der Noorda spoort nepnieuwsberichten op en de trollen die deze berichten maken. Hij kan jullie een spoedcursus trollenvangen geven.